naar Casbah Eid Ben Haddoum, in de buurt van waar ze zaten. En ik zal jullie even kennis laten maken met deze geweldige autocoureur, Paul Weijers senior. Hoe is het rijden hier, Paul? Nou, je moet een beetje op de bochten letten. Dames, wat vinden jullie van het rijgedrag van Paul? Geweldig. Super, hè? Hij is geslaagd, hè? Hij zeilt door de bocht en daarachter zien jullie de rest van het gezelschap. Die Berlingo daar. En nog een paar van die auto's. Leuk kleurtje, die... Wat is dat, een Ford Transit of wat is dat? Ja, dan waren we helemaal. Dat was het beste geweest, zo'n wagentje. En dan met 14 man erin. En wie zeiken, die kreeg gewoon een schop onder de kloten. Onder de kont. Paul, ik ga het filmpje pas stoppen als je me bent gehaald, hè, jong. Kom op, hé. Bietje. Ja, omdat jullie het over de toon... Ja, snel, snel terug. Jullie hebben het over de toon gestreven. Ja, ja, precies. Ja. Dat was een politieer, volgens mij. Dat is echt overdreven. Ja. Jongen, je bent geslaagd, jongen. Je hebt je Marokkaans rijbewijs binnengehaald, jong. Ja, dan moet ik eerst een modeur maken. Deze man. Dit is hem, Paul Weijers senior. De enige echte. Dat moet je weten. Jazeker. We zijn nu met Flav, Tim, Gert en Marian zijn we op reis naar een Bedouïne tent. Ja. 6 kilometer, ja. Het kijk hoor. Thank you.
fijn. En file, en file. Verdomme. Wat is dat nou, wanger? Ja, en even een tussenstop, want de dromedarissen moeten langs. En we hebben er daar. Kleine kleintjes. Daar hebben we ook nog een hele boel. En daar gaat hij. Hij gaat naar zijn familie. En hier hebben we er ook een eentje. En die gaan weer verder. Wat vind je van het rijden hier in Marokko? Heerlijk. Ja, lekker veel kuiltjes. Mooie, strakke wegen verder. Lekker. Lekker. Hier is onze look. Meters maken. En dan gaan we. Ah, je moet nog een eentje. Nog eentje. Nog eentje. Oh ja, daar. Hey. En dan hebben we er nog drie zelfs. Ja, vier. Vier. Om het daar eens te tellen. We horen een fijn momentje hier rijden, hè? Ja.